Ronde 2. Het is warm, ik weet het, ik weet het. Dus, ik had u dus net eigenlijk een heel vreemd wereldbeeld verkocht. Nog een keer dat we dat goed snappen. Uit die functionaal theorieën die met afstanden te maken, waar link met geodeten en dat soort dingen heel duidelijk is, had ik een nieuw soort manier om mechanica te bedrijven afgeleid. In eerste instantie had ik het zo gemaakt dat die aan Newton produceerde. Ja? En toen had ik gezegd, ja, maar het is andersom. Hè? Die Lagrangian produceert Newton als ik toevallig die Lagrangian TV. Dat is een interessante vraag wat voor topologie van de ruimte daar dan weer bij hoort. Ja? Kunnen nou die vragen komen daar? Ik heb gezegd, kijk, het wereldbeeld waar we nu dus in leven, is bij de stelling dat ik er van beginpunt naar eindpunt ga. Ja, van een variabele, en ik ga kijken hoe die variabele dan verandert als functie van de tijd. Hè? Ik neem die even Q. Hoe je die variabele moet kiezen is nog een heel andere tak. Kinetische variabele, daar wil ik even instappen. Dus, er zijn nog een hele hoop wiskunde, dat is niet mijn punt. En dat voor dat x-male pad wat ik dan heb, hè, Q van T, dat dan het begrip actie, van beginpunt tot eindpunt, dt, van een of andere functie, functionale, Lagrangiaan, t, q en q punt, geen q punt, dubbelpunt. En zoals u terecht opmerkte, dat heeft te maken met het lokaal vlak kunnen maken van de ruimte, als ik maar lokaal genoeg kijk. Wiens opmerking was dat? Dat was uw opmerking, hè? Dat was een goede opmerking. Ja? Maar het heeft ook te maken, als ik q dubbelpunt zou nemen, dat ik dan, ik kan het als spelletje proberen, hè? Een whole can of worms open met systemen die geen minimumenergie hebben. Of koppeling tussen events die gescheiden zijn in ruimte-tijd. Verzin het allemaal maar. Ja? Maar je kunt het, als natuurkundige kun je het gewoon proberen. Hè? Wat geeft het? Hè? Ja? Dus alleen maar Q punt en niet Q dubbelpunt. Ja? Deze actie extremaal moet zijn. Nu, het filosofisch is dat moeilijk voor te stellen. Ja, moeilijk is het goede woord. Hoe weet nou een systeem wat een beginpunt is en wat een eindpunt is en dat soort dingen? De functionaal theorie redde ons daar op een manier. Hè? Dat leerde ons namelijk hoe ik dat pad kon voorttekenen als ik eenmaal wist dat ik op zo'n pad zat. En dat was de Euler-Lagrange-vergelijking. Lagrange. Vergelijking. Namelijk dat dd, kom met deze, dl dq punt, is gelijk aan, nee, min dl dq is 0. Dat zei me hoe ik dan progresseerde voor toenemende tijd. Ja? Nu wat ik nou graag zou willen, is hier. Dit heeft een eenheid van energie, maar het is geen energie. Hè? Om de klassieke mechanica te reproduceren, moet ik hier voor die laag kiezen. Lt-v. Ja, dat is een beetje een raar dingetje voor ons a priori, maar dat is gewoon een kwestie van wennen aan. Hè? De natuur is de natuur. Ja? Dat is één ding. Hè? Wat is dan de energie in deze context? En het tweede is, eigenlijk is het heel raar als onafhankelijke variabele q punt te hebben. Het is een veel natuurlijke keuze als ik zou hebben Q en T. De impuls. In plaats van die Q-punt. Denkt u maar bijvoorbeeld aan de kwantummechanica. Daar komt P voor. Denkt u maar aan de speciale relativiteitstheorie. De energie en de impuls vormen een viervector. Dus dat dit een logische keuze is als variabele, aannemelijk. Hè? En nu ga ik de Legendre transformatie aanlaten. En ik doe dat op een beetje saloppe manier. En daarmee niet recht. Hè? Maar het geeft wel l'esprit de een beetje weer. Om
Hamiltoniaan dat moet zijn wat hij is. Doe ik dat. Ja? Dus ik wil van deze variabele, laat ik de t dan vooraan zetten, t, van eq punt, over naar die variabele. Dan moet ik me eerst eens definiëren met impuls. En nu is het p is mx punt, hè? P is mkv. Maar dat is een Newtoniaanse impuls. En die stond daar eigenlijk, hè? Hier stond die mkv. Dus ik definieer me nu een nieuwe impuls. Dit is Newton. Dat noem ik de kanonische impuls. Kanonieke impuls. P, dat stukje. R, Q, punt. Ik zei het, even omdat het kanonieke impuls is. Hè. Stel nou eens voor, hè. Ik neem even een tweedimensionaal vlak. Driedimensionaal mag ook, maar laten we het maar tweedimensionaal houden. Hè. Ik heb een centraal potentiaal. Dus ik heb nou een potentiaal, ik kom zo weer. Ik wil het kanonieke uitleggen, ik kom zo weer. Waar die equipotentiaallijnen cirkels zijn. Dus ik heb een V afhankelijk van R. Dan is natuurlijk de beste keuze van variabelen R en V, hè, met mij eens. Niet meer X en Y. Hè. Dus R. R. En V. Nu heb ik dan die twee variabelen, twee Euler-Lagrange. Dus ik heb Euler-Lagrange. D, dt van dl, dr punt is min dv, dr. En ik is 0. En ik heb d, dt, dl, dv punt. Heb ik hetzelfde, ja? Min dl, dv is 0. Hè? Twee variabelen, twee Euler-Lagrange vergelijken. Net had ik maar één variabele, 1x, 1 Euler-Lagrange. Nou komt die. Mijn L is T min V. T, hier zit een R-punt in en een V-punt in. Ja? Min V. En die is alleen maar afhankelijk van R. D-V, daar komt hij niet in voor. Die komt alleen, zou alleen maar daarin moeten voorkomen, daar komt hij niet voor. Al nul zijn. Daarmee eens? Daar staat eigenlijk, als ik deze vergelijking daar naartoe neem, ddt van dld punt 0. Dt van kanonieke impuls die hoort bij phi 0. Met andere woorden, p van phi is constant. Wat zou die P van V kunnen zijn? Centraal potentiaal, wat is er dan behouden? Impulsmoment. Dus in dit geval is het kanonieke impuls het impulsmoment. Zie je dat? Op dezelfde manier, als ik die V al niet zou hebben, dan zou die V del dx 0 zijn. Dan is het gewoon een impuls. Ziet u hoe een Euler-Lagrange formalist heel natuurlijk zegt dat het behoud is, hè? Alle variabelen die voorkomen in mijn potentiaal, dat is mijn behoud van tijd. No rocket science hier. Begint u de kracht te voelen? Dit is geen pushje, dit is een tijd. Ja? Ja? Het doet het automatisch. Ja? Okay. Ga ik terug naar mijn verhaal. Ik was van Q, Q punt, naar Q en P aan het gaan. Ik had een tussenstapje gemaakt. Je snel zien dat die kanonieke impuls, die ik nu had geïntroduceerd, me ook meteen zegt welke grootheden behouden zijn. Alles. Ja. Maar Newton formuleert het meer in het Hamilton-principe, maar het is hetzelfde ding. Alles mee te maken. Ja? Newton zegt dat transformaties, die alle computertransformaties
variabelen, waaronder de Hamiltoniaan standaard, hè, dat zijn behouden grootheden. Of daar hoort een behouden grootheid bij. Ja? Moet ik dan bijvoorbeeld de impuls van Planck zien? De impuls van Planck is in die zin, wat ik nu nog niet verteld heb, is dat in de kwantummechanica variabelen bij elkaar horen, ja, en daarmee ook een, hoe zou ik dat zeggen, elkaar getransformeerd zijn. Maar dat ligt hier nog buiten. Ja? Ja? Stapje bij beetje, hè? Nee, ik stel een vraag. Laat ik me even... Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Dit. Ik wilde van Q naar P, ja? Daarvoor stel ik me voor het gemak voor dat die P een functie Q-punt is. Ja? Ken ik? En we dit oppervlakte, dat is mijn L, mijn Lagrangian. Waarom? Een integraal de functie zelf terugkrijgen, hè, mees? Wat staat hier eigenlijk? Differentiaal en integraal naar de differentiabele moet de functie zelf terugkrijgen. Ziet u dat? Ja, daarom moet mijn oppervlakte L. Ja, mees? Dan dit oppervlak. Staat mijn Hamiltoniaan. Dat is een functie van P. Ziet u dat? Dit is een functie van Q. Punt. Dus ik heb al het op. Ja, zoals u wilt. H plus L, dit oppervlakte plus oppervlakte, moet dat kant zijn. Is dus P, Q punt. Dus mijn Hamiltoniaan is gedefinieerd als P keer Q punt. En ik treed hier de Legendre relatie met. Maar het laat u heel snel zien waarom dat mijn Hamiltoniaan moet zijn. Ik ben me daar. Dan, dus ik heb al P DL DQ punt. Dan vriendje moet zijn en andersom DH P. Het afgeleide van deze functie. Moet deze functie zijn is Q punt. Precies dezelfde redenatie, hè? Die H is een functie van P oppervlakte. Als ik de afgeleide neem van de oppervlakte afgeven, Q punt. Hetzelfde relatie als ik net deed voor die voor het oppervlakte L op zijn kop gezet. Mees? Dus ik heb al HDP uitgerekend. Dat is mijn Hamilton-vergelijking. Welke Hamilton-vergelijking zou ik nog meer kunnen verzinnen? Hamiltoniaan is een functie van die P, ja, van die Q. Dus wat ik ook naar wil kijken, is wat dan DH, DQ. Wat zou dat kunnen zijn? Dus DQ. Dat was die Hamiltoniaan. P, Q, punt. In L. Hier zit hij niet in, hè? Dus daar doe ik niks mee. Dus ik hou over min DL, DQ. Ik hoop. Wacht even. DL, DQ. Dat is deze. Dus hier staan. Dus ik zet die naar de andere kant. D, DP. DL, DQ punt. En DL punt. Dat was P. Hier staat dus min P. Dus mijn tweede Hamilton vergelijking. P punt. Min DH. En nu maak ik in instantie zorgen. Zeg ik, ja, maar ik kom toch met één Lagrangian vergelijking. En nu heb ik twee vergelijkingen. Wet van behoud van informatie. Weet ik wat, hoe moet ik dat snappen? Ja? Besef wel, dit is een tweede orde differentiaal vergelijking. Ja, er staat twee keer een tijdsafgeleide stiekem in, hè? Ik heb die tweede orde differentiaal vergelijking ingericht voor
twee eerste orde differentiële vergelijkingen. Dus van de differentiële vergelijking 1 naar beneden, dan nu wel twee vergelijkingen. Ziet u dat? Nou, nu even snappen hoe de energie is. Te hebben. Ja? Oké, gaan we. Dan nemen we gewoon weer de LS-T-min-V, hè? Dan gaan we het uitrekenen. P. P is DL. LS-T-min-V, je staat dus een half. En nu L kwadraat, hè? Min V. Dat staat er eigenlijk. Dus die 2 eet die half op. En. Die hebben we al. Dus H is P maal Q punt. Hier staat H is P maal... Oh nee, onderschrijven, want ik ga weinig ruimte hebben. H is P maal Q punt. L is de M punt. Q punt. Al. Half M punt in de kwadraat. In de V van Q. Hier staat dus een Q punt in het kwadraat, een half. Hier staat dus een half M punt in het kwadraat, min V van Q. Het is een plus, hè? Min is plus. Dit is mijn potentiële energie. T plus is eigenlijk. Daarmee eens? Ja? Nu heb ik precies net gedaan wat ik moest doen, hè? P hebben staan, P schrijven. En de standaard truc is. Dat als P is M maal Q punt, hè? Dus de kinetische energie is altijd dezelfde als P kwadraat gedeeld door 2M. Hier staat namelijk M Q punt kwadraat gedeeld door 2M. Dat is dus M kwadraat Q punt in het kwadraat gedeeld door 2M. Die half voor, is een half M punt in het kwadraat. Dus wat hier staat, is p kwadraat gedeeld door 2m plus 2 van r. Kan je er even de Schrödinger-verklaring doen? Ja. Ja? Ja? Als je even niet meer de kwantummechanica zo'n vlees heeft, even uw vingers in de oren. Ja? Even gelijk, het is niks anders dan de Hamiltoniaan. Hè? Hamiltoniaan leest H is p kwadraat gedeeld door 2 plus v van r. Dat is de vergelijking. Eerst ga ik deze helemaal schrijven in de x-taal. In de x-taal. Vanwege het superpositie. En de ontwikkelingsrelatie is die operator p gelijk aan h gedeeld ddx. Ga ik dat doen. Dus, dan staat er. P kwadraat gedeeld door 2m. Gedeeld door 2m. H door i. Ddx. In het kwadraat. Ik hoop dat het deel door i is, want dat vergeet ik me altijd in. Dus m gedeeld door 2m. P kwadraat is min. H in het kwadraat. D kwadraat. Dx kwadraat. Dus helemaal in de x-taal, hè, is dit. Min h gedeeld door 2m. D dx in het kwadraat plus ddi in het kwadraat, ddz in het kwadraat, plus v van x. En nu heb ik het in één variabele geschreven mee. Een functie, een toestand phi heb,
in termen van die phi van t, hè, kan ik dat zien als dx, phi x en t, toestand x. Yes? Nu ga ik diezelfde Schrödinger-vergelijking volledig schrijven in de t-representatie. Energie en tijd commuteren ook. Ik weet dat die Schrödinger, of die Hamiltonian, ook te schrijven als I keer H T. Dan ga ik twee combineren. Dit moet hetzelfde beeld, dezelfde Hamiltonian. Dus hier staat daar min A kwadraat gedeeld door 2m. Dx kwadraat plus dy kwadraat plus bz kwadraat van x is I A. Maar de Schrödinger-vergelijking. Dus de Schrödinger-vergelijking is anders dan de Hamiltoniaan op twee verschillende manieren geschreven. Volledig in de x-representatie en volledig in de tijdrepresentatie. En natuurlijk moeten die twee aan elkaar gelijk zijn. Dat is de Schrödinger-vergelijking. Ja? Zei u net... De van het elektrische veld is kwadraat gedeeld door 2m, hè, min u 4 plus v a. Nou, de kanonieke impuls rekenen. He, dus dq, hier staat een q-punt eigenlijk. Ja. Dan komt daar die a in voor, nee eens? Als ik dan vervolgens dus zou doen van een half m kwadraat omzetten naar die, dus daar moet ik wel oppassen dat ik, dan zou mijn quasi zou nou zijn, m is punt, nu ga ik het voorteken verkeerd doen, Q mal A. Min een plus af zijn. Ja? Ik denk dat het een plus is trouwens. Ja? Die komt voor. De snelheid is een taal naar P, hè, die kanonisch. Dan zou ik hier komen staan. Wat toon niet aan. Is P min in het kwadraat gedeeld door M. Dus V van R. Dus in mijn Hamiltoniaan komt die A-veld voor, hè, mees? Dat is raar eigenlijk. Vlak hier heb je dan in de kwantummechanica wel. Hè, dan, dat extra. En dit is het beroemde Aronoff-Bohm-experiment. Aronoff-Bohm-experiment is het dubbelspoeltje met achter een heel klein spoeltje. Dus de elektronen gaan daar langs, daar langs, daar langs en langs gaan. Daar is al lang en breed geen magneet meer, geen B-veld meer. Wel een A-veld. Ja? En toch, hè, omdat die twee paden samen een kringintegraal vormen, voel je dat A-veld hier in het midden zit. En ondanks dat ze dus niet geen magneet kunnen voelen, ik zag geen magneetveld, alleen daar. Als het magneetveld aan en uitzet, dat het interferentie aan het verschuiven is. Omdat in die impuls, niet in de klassieke Newtoniaanse impuls, hè, zit dat A-veld weer. Hè, omdat het raar krijgt. Kanonieke impuls heet. Oh, Aronoff-Bohm-experiment. Boom is met een ader ertussen. Beroemd experiment. Maar dat kun je niet op een klassieke manier verklaren. Dus met niet kanonieke impulsen verklaren.
Heb je het warm? Nee. Nee? Oké. All in all, dus langs maar het eind aan het komen. Oorspronkelijk was die cursus voor 6 bedoeld. Ja, dat heeft zich moeten beperken tot 4. Dat heeft consequenties gehad. Hè. Voor mij een belangrijke boodschap is dat u leert dat hoe topologie, kromming van de ruimte heel nauw samen zit de mechanica. De klap zat hem in dat late college echt. Hè. Dat u ziet dat dat variatierekeningprincipe alles op één grote hoop veegt eigenlijk. Dus steeds weer hetzelfde in allerlei verschillende geuren en kleuren. Dat was voor mij belangrijk. Ik denk dat dat een hele moderne boodschap is. Hoe je van de beweging van het systeem dat moet naar de topologie van die, waar de ruimte waarin het plaatsvindt, vice versa. Dat kunnen we niet goed. We weten alleen maar wat met elkaar te maken moet. En uw opmerking, tweede afgeleide, die discrete, dat je dus als je ruimte discreet zou maken, dat je dan een tweede afgeleide in elkaar zou krijgen en hoe je die dan krijgt. Dat is precies waar ik die laatste 10 jaar met die psychische traagslag mee bezig ben. He? Uit dat idee is dat ontstaan. Maar dat concept is een concept.